Hallo video en audio mensen. Leuk dat jullie kijken naar en luisteren naar een gloednieuwe aflevering van de Zolderkamer. Mijn naam is Joost en dit is Pascal. <laughs> Mijn naam is Pascal. Ja, dat is Gewoon even die ESMR door, weet je wel. <laughs> even dat. <laughs> Geluid, het lijkt heerlijk. Geluidje is altijd leuk. Ja. Rol het intro. Hier. Oh mijn god. Wist je dat we deze aflevering een special guest hebben? Echt? Het is Dunken. Oh mijn god. Dunken, Hallo? Hallo? Wow? Het is Holy Duncan shit. Ben onzichtbaar. Dunken is onzichtbaar. Hey, Duncan? Hey, nee, je, je hoort Duncan nu, maar hij zit zeg maar hij schakelt de podcast vandaag. Ik Doe... schakel, kijk. Camera 1, camera 2, camera 3. Dit is heel vervelend voor de <laughs> luisteraars. <laughs> <laughs> dus dit is inderdaad heel vervelend ja. voor de mensen die nu lekker in de trein of auto zitten en denken van wauw. Ik heb hier niks aan, Joost. Dankjewel. Ja. Maar voor de videomensen was dat wel zo geinig. Ja, Anyways, dus. als, als we Duncan nodig hebben voor een raad of advies, dan kunnen we hem eventjes even inbellen. Ja. Hé, hey, Pascal. Ik zeg maar gewoon een hulplijn eigenlijk. Ja, mag ik een hulplijn inschakelen? <laughs> ja, hulplijn? ja, ik weet deze vraag Hallo? niet. Ik kan hem niet beantwoorden. Wat is, hulplijn, wat is vraag, Duncan. Wat is de vraag? Hallo? Ja, Duncan. Um, wat is... Uh, we weten even niet wat 3 plus 3 is. 6. Man. Oh, daar. Yeah. Nou, nou, dat was de pijn. Yeah. Die kunnen we okay. nu niet meer inschakelen voor de rest uh, van de zolderkamer. Nee, nou, ik ga ja, weer. Kut. Oh, nee, hij is weg. Oké, okay, anyways. Pascal ja. is hier. Yay. Hallo. Pascal hey. heeft zichzelf hey. uitgenodigd vandaag. Ja. ja, ik dacht, hey, jij zoekt meestal mensen voor de zolderkamer en shit. En ik dacht van, nou, ik heb best wel wat interessante dingen misschien meegemaakt. En ik ja. dacht kan interessant zijn, het is ook kan zeker interessant. interessant zijn, maar... Pascal heeft, heeft inderdaad een interessant verhaal, uh, maar ik vond het wel komisch dat je echt gewoon... Je bent echt de enige die zegt gezegd heeft van, hey, uh, ik heb misschien wel een leuk idee voor je zolderkamer. Ja. Niemand denkt mee, dus dat vind ik wel lief. Ja, ik ben, ik ben een persoon die heel graag meedenkt met ja. dingen en concepten en dat soort shit. Dus, hey, ja. mooi bruggetje. Uh -huh, mooi, mooi bruggetje, uh -huh. want... Pascal is dus. Uh, ja, ik, wil, ik, ik ga het waarschijnlijk gewoon gestopt met YouTube zeggen. Omdat ja, dat het is niet gestopt! Leuk Ieder, voor de titel! Leuk voor titel! Nee, iedereen die zegt dat Oh, was ja, ik dus gestopt met YouTube? Nee, ik ben niet gestopt met YouTube. Dat ik doe het is Leuk het de titel. Alleen ik, ik doe het, het minder dan ah, normaal. Wanneer, wanneer was je laatste video? Ik ga even kijken, Pascal. Twee, twee, nee, een maand geleden. Ba of zo, denk ik. Pascal. Kijk, hier, dat ben jij. Uh, je laatste video was uh, drie maanden geleden. Ik ben de <laughs> Ja, nee, nee. Ja, Dat is die. Maar ik had nog een andere video voor, maar die heb ik weer offline oh. gehaald. Omdat blijkbaar als. Kijk. Oh, ik... hier. Nee die, oh. nee, die ook niet. Ik had zeg maar. Uh... Of, nee, wacht. Dat, dat ben was... ik. Nee, dat was wel de laatste. Ik heb een keer maar... een zin gepoept. <laughs> <laughs> ja. Ja. Maar ja. Ik, ik had een andere video ik geüpload waarin ik dus vertelde wat ik ging doen. Ja. Alleen blijkbaar mensen die dus op mijn kanaal kwamen, die dachten dan meteen van: oh ja, Pascal is gestopt met YouTube. Oh, weet je wel. En ook voor bedrijven die dat zien, is dat niet heel erg positief iets ofzo, aangezien ik nog steeds. Zeg maar, in de scene zit in de scene zit en nog yeah. steeds wat dingen doe, weet je wel. En. Um, als bedrijven dat dan zien, dan is het meteen van... ...oh ja, oké, okay, doei, we gaan niks met Pascal doen... ...omdat hij is toch gestopt, weet je wel. Ja, ik snap je. Ja. Terwijl ik juist hogere productie oh. eigenlijk wil gaan... Wow. oh, sorry. Wow. Terwijl ik eigenlijk hogere productie wil gaan doen... wat meer tijd en energie en ja. dat soort dingen kost. En daarvoor kan ik wel heel veel vette shit doen voor bedrijven. Alleen... Ja. We komen zo terug op de video's die je misschien nog wel klaar hebt staan. Maar... Voor de titel dus. Pascal, stop met nee, je... Nee, grapje. Pascal is, is, heeft, uh, heeft uh, een baan. Ja, ik heb een baan. Hij heeft een baan. Ja. Dat is leuk. Jawel, dat is wel leuk. Ja, het is ja. lang geleden dat ik iemand, in ieder geval op, op dit niveau van YouTube, zeg maar, ja. uh, een baan zie aannemen. Ja, volgens mij ben ik ook eigenlijk de enige met, zeg maar, op dit niveau van YouTube dan, die eigenlijk een soort van YouTube iets meer heeft verminderd, maar nog wel, zeg maar, doet. Maar daarnaast is ja. dus eigenlijk een baan zoekt. En de reden daarvoor dat ik eigenlijk ook een baan heb gezocht is omdat ik dus mijn kwaliteit op YouTube wil ik eigenlijk hoger maken. Yeah. Wat dus meer tijd kost, et cetera. Uh, waardoor ik dus niet genoeg inkomen eigenlijk meer uh, kan verdienen met YouTube. Mm -hmm. Dus ja, yeah, wat moet je doen? Dan moet je een baan zoeken en dan moet je gewoon inkomen krijgen. Omdat ik wil ook om mezelf wonen en ik wil ook verder met mijn leven en niet... Thuis blijven tot mijn dertigste en Tuurlijk. dat soort dingen, weet je wel. Je hebt de keuze gemaakt om je video's wat meer high quality te maken. En zoals je al zei, wat meer grotere producties yeah. en inderdaad dat kost uh, tijd en geld helemaal als je in je eentje bent ja yeah. en uh, je hebt geen je hebt geen heel bedrijf wat zeg maar die video's kan pompen alsof het niks is nee klopt dus uh, ja met één video per maand ga je het natuurlijk niet redden... of youtube kan inkomsten nee klopt dus het is ook ik, ik wil echt meer focus op gewoon ik wilde eigenlijk ook meer van youtube mijn hobby gaan maken omdat ik merkte toen ik van youtube echt mijn job maakte ja yeah. uh, was het gewoon heel erg slopend vooral met het hele systeem van youtube ik werd er gewoon echt moe van ja yeah. omdat de ene keer upload ik een video met met uh, 100.000 weergaven. En krijg ik een tientje ervoor. De andere keer. Nou. Dan krijg ik misschien 200 euro of zo. Voor, of misschien meer. Weet je wel. Het ja. verschilt allemaal. Maar het was zo verschillend. Qua inkomsten. Wat ik kreeg. Met YouTube. Waardoor het gewoon zo niet steady was. Terwijl ik wel heel veel moeite en energie. In mijn video's stak. Op dat moment ook. Mm -hmm. Alleen. Ik kreeg er niet. Het was gewoon niet steady, waardoor ik eigenlijk mezelf ook meer gek maakte. Van oké, okay, shit. Ja, oké, okay, dan moet ik dus dadelijk gaan uploaden. Mocht ik dit mijn job willen houden, yeah. dan kan ik er misschien wel van rondkomen. Maar dan gaat mijn kwaliteit gaat weer een beetje naar onder. En dan uh, doe ik misschien ook niet meer wat ik leuk vind. Omdat het leukste wat ik vind is vette shit maken. Je bent wel een beetje veranderd over de tijd heen qua soort content die je uploadt. En... Ik moet ook zeggen dat het, het is wel echt een beetje heel snel ook wel veranderd. Zeg maar, je was altijd ja. streamen. Toen ging je YouTube weer oppakken. Ja. Toen was heel veel YouTube. Een beetje gaming tussendoor. En toen was in één keer allemaal reageren op. En, en toen was het weer high quality shit. En nu eigenlijk weer een beetje aan de low. Ja, ik was heel erg voor mezelf ook aan het experimenteren. Van wat vind ik echt leuk om te doen. en ja. Uh, ...waar word ik blij van, weet mm -hmm. je wel. En toen ging ik later, vooral uh, begin dit jaar, ging ik er steeds meer over nadenken... ...van ja, yeah, waar word ik nou uiteindelijk echt happy van, weet je wel. Word yeah. ik happy van dit soort video's, uh, blijven maken, reageren op video's, de game video's en dat soort dingen. Mm -hmm. En als ik dan over vijf jaar na, naar mezelf kijk, uh, ben ik dan ook trots op wat ik allemaal heb gedaan, weet je wel. Ben ik dan echt happy met wat ik heb gedaan. Ja, en dat antwoord was nee, denk ik. Nee, dat antwoord was inderdaad nee. Weet je wel, omdat, ja, wat heb ik dan uiteindelijk gedaan? Ik ging heel erg bij mezelf nadenken: oké, okay, ik doe dit, doe ik nu al in totaal zeven jaar, hou ik me al bezig met, met heel YouTube mm -hmm. streamen en dat soort dingen. Um, dus ja, toen ging ik echt beseffen: van, oké, okay, word ik hier echt happy van? En ben ik ook blij om over vijf jaar te kunnen zeggen: van dit, ik, ik heb filmpjes gemaakt in mijn kamer en ja. dat soort dingen. En het antwoord was uiteindelijk: nee, ik word daar niet echt happy van. Ja, het maakt me gewoon niet blij. Maar met een kanaal met 383.000 abonnees en gemiddeld 40 tot 100k per video zou je denken dat je op zich nog wel redelijk interessant kan zijn voor campagne-deals en dergelijke. Ja, is dan niet gewoon meer een ding om uh, één keer per twee, drie weken misschien een video te maken, maar die dan heel erg high quality is, maar die dan gesponsord is? Ja, dat soort dingen zouden inderdaad kunnen. En daar ben ik ook naar aan het kijken of ik met bedrijven misschien iets vets of zo kan neerzetten. Alleen, ik wil ook niet. Op mijn, mijn YouTube-kanaal overkomt als een sell-out platform. Tuurlijk. Weet je wel, waar ik alleen mijn bedrijf aan het pushen ben. Ja, oké, okay, ik snap het. En dat wil ik ook niet, want ik wil wel gewoon. Uh, het belangrijkste voor mij is op mijn YouTube-kanaal is dat ik gewoon iets vets neerzet. Maar ja. wat het is, het moet gewoon vet zijn, leuk zijn. Mm -hmm. En uh, ja, mensen moeten niet het idee krijgen van. Oh, hij doet het alleen maar voor het geld. Nee, zo, precies. Je ja, als je elke video gesponsord is, is dat natuurlijk ook weer raar. Yeah, precies. Ja, precies. Dus het kan wel. Uh, en sowieso wil ik ook wel sponsordeals en zo aannemen voor mijn kanaal. Alleen ik wil niet alle video's sponsordeals hebben. Nee, snap ik. Want ja, nu ben ik ook bezig met een project uh, waar ik een theater helemaal voor afhuur. Uh, of nou afhuur. Die helpen mij daar in ieder geval in mee. Mm -hmm. En uh, daarvoor moet ik ook weer cameramensen regelen. En ook nog kijkers moet ik daarvoor gaan regelen. Kijkers? Ja, en <laughs> nog andere YouTubers moet ik er ook nog voor regelen en zo. Ja. Maar ja, dat, dat is helemaal uit mijn eigen zak. Daar, betaal ik zelf, daar investeer ik zelf meer geld in dan dat ik er uiteindelijk uit ga halen, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is ook puur omdat ik het gewoon leuk vind om te doen, weet je wel. om mensen te laten zien van, yo, check, dit kan ik. Dit kan ik neerzetten. Maar is dat idee met dat theater, is dat een idee wat jij doet voor je eigen YouTube-kanaal? Ja. Oké. Okay. Gewoon voor, me, voor mezelf uit passie en omdat ik het leuk vind om te doen. Can you tell me? Can you tell us? I, I, I can tell, I can tell. <laughs> Hoewel, als iemand dit nu gaat jatten voordat het wordt uitgevoerd... ...want het duurt nog drie maanden of zo voordat ik het theater kan gebruiken. Dus ik zweer ik steek je neer als je dat doet. Je hoort het. Het reglement van Pascal. Ja, uh, yeah, ik ga een soort talentenshow doen. Met kijkers wil ik doen. Oh, maar, maar... dat heeft Milan al gedaan. Nee. In nee, real life. Ja, 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 ja. Maar het is geen talentenshow. Oké. Okay. Omdat uh, ik wil gewoon dat kijkers eigenlijk dan... Uh, ...of ik ga een selectie maken van kijkers... Uh, die aanvragen aanvraag hebben gedaan om mee te doen. Mm -hmm. uh, en die mogen dan gewoon. Die krijgen een podium voor zich. En die mogen iets leuks doen. Het kan kuts, zo kut mogelijk zijn. Het kan grappig zijn. Het kan uh, iets heel talentvol zijn. Dat maakt me allemaal niet uit. Ja. Het kan zelfs zeg maar. Dat zijn. Okay. En dat is, het, dat is een. O, iemands optreden of zo weet je wel. <laughs> en dan heb je dus drie juryleden. die daar dan zitten. Waaronder ik dus ook. Uh, ...die daarop gaan reageren, weet je wel. En yeah, yeah, yeah. dan krijg je een hele... Het doel van de video is een hele droge, awkward, uh, komische, mm. komische video, zeg maar. Ik denk dat de setting wel heel leuk is, zeg maar. Je zit echt in een theater, yeah. uh, zeg maar, niet in green screen of zo. Het is echt gewoon real. Ja, daarom wou ik ook helemaal een theater regelen. Ah. Alleen ja, het theater is pas uh, in september pas beschikbaar... ...omdat mm -hmm. uh, qua tijd en ik wil het in het weekend hebben en zo. Kon ik het helaas niet eerder regelen? Ja. Yeah. Uh, maar dat was voor mij wel een heel belangrijk iets. Gewoon puur voor één video. Of nou, ik ga er waarschijnlijk vier of vijf video's uithalen. Tuurlijk. Maar uh, puur daarvoor heb ik een heel theater nodig. Wat dus iets langer duurt voordat ik het überhaupt kan opnemen. Wat ja. dan weer jammer is, maar ik krijg er wel iets heel vets voor terug. Ja, ik krijg toch video? Ja. Een tof video's, denk ik. Ja, klopt. Dat is wel lachen. Ik denk dat het wel, uh, dat het wel potentie heeft, zeg maar. Ja. Maar het is wel inderdaad een groot project, dus het kost tijd en moeite, eventueel geld om het op te zetten. Ja, klopt. Want dus, ik moet ja. zelf moet ik ook uh, cameramensen fixen. Zal misschien gratis kunnen, licht eraan, weet je wel. Maar ik mm -hmm. wil er wel gewoon dat het goed is. Maar yeah. uh, apparatuur en zo zou ik moeten fixen. Uh, ik moet allemaal kijkers moet ik fixen, een stuk of 70 of zo. <laughs> uh, ik ja. moet mensen hebben voor de jury. Ik moet pro ja. producers hebben, weet je wel, die, die shit allemaal regelen, opzetten en dat soort dingen. Ja, precies. En mensen die het hele theater uh, voor me kant en klaar maken. En noem allemaal op hoeveel daar eigenlijk bij komt kijken. Tuurlijk. En ja, het hele idee en zo is nu eigenlijk al grotendeels rond. Alleen het is dus wachten totdat ik het theater kan gebruiken voordat ik het kan opnemen. Oké, okay, dus dit dus is een het van kan. de projecten die je hebt lopen. Heb je nu ook nog andere videoprojecten lopen waar je echt mee bezig bent? Uh... Want hier moet je een paar maanden op wachten, dus ik neem aan dat je dan... Nu nog wel wat tijd heb zeg maar. Ja, klopt. Ik ben nog wel aan, aan wat dingen aan, aan, aan het bedenken en zo. Maar daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Hmm. Uh, Maak ik ze sowieso nog te denken aan documentaires maken en zo. Ja, maar je hebt toen een tijdje een docu gemaakt over Pascal zoekt een vriendin, toch? Ja, maar dat was meer echt. Dat was echt vooral komisch gericht, weet je wel. Ja, dat was echt lachen. Ja, en dat, dat soort dingen lijkt me ook nog wel zeg maar weer leuk om te doen om een keer weer zoiets te doen of zo. Uh, maar dan nog higher quality. Oké. Okay. Uh, ...en uh, gewoon serieuze documentaires over pesten bijvoorbeeld en zo... ...aangezien ik daar in het verleden zelf ook heel veel mee te maken heb gehad... Al ja. ...zowel als pesten als in ik ben gepest. Zou je dat dan doen samen met een instantie die bijvoorbeeld is tegen pesten of dat soort dingen... ...of zou je dat meer uit eigen initiatief opzetten? Nee, meer uit eigen in initiatief, zeg ja, maar. ja, ja, ja. Oké. Okay. Omdat, ja, zoals ik al zei, ik wil het gewoon doen uit passie... ...en gewoon mensen laten zien wat ik eigenlijk kan. Mm -hmm. Omdat, ja, ik weet ik vind gewoon... Tof om uh, positieve reacties van mensen te zien. Van, je maakt iets vets en dan yeah. krijg je heel veel positieve reacties op. En dat, uh, daar doe ik het gewoon eigenlijk puur voor. Ik snap het ook wel. Ik bedoel, ik heb op mijn YouTube-kanaal ook een aantal uh, knallers gemaakt... waarvan ik ook gewoon een week in bezig was. Weet je wel, qua ja. editing, qua per regel alles. En als dat eenmaal live gaat en je leest die reacties... en je ziet dat het goed wordt ontvangen, dan... dat is toch wel een fijn gevoel. Ja, klopt. Dus ik snap inderdaad wel waar je vandaan komt. En omdat dan... ...voor altijd te doen. Zeg maar voor elke, elke content die je maakt... ...die, die uh, standaard moet aanhouden. Is wel een bold move. Ja. Yeah. Maar uh, vet dat je het gaat proberen. Maar dan moet je dus inderdaad wel wat hebben ernaast... Uh, ...waardoor je sustainable kan blijven. Zeg maar waardoor je geld kan verdienen en dergelijke. Ja, klopt. So you work now. Ja, yeah, dus nu heb ik werk. Ja. Uh, ...vier dagen in de week. Oké. Okay. En dan heb ik dus één dag vrij... Uh, ...zodat ik die dag kan gebruiken... ...om met bedrijven te praten... ...en andere zakelijke of... Hier te komen. ...dingen, ja, of hier te komen... <laughs> ...om gewoon... Uh, met, ...met mijn influencerrol bezig te houden... ...omdat die rol heb ik ook nog steeds. Ja. Want Die wil, ik wil je ook niet dus verliezen. En ik ben inderdaad influencer en dat wil ik ook niet verliezen. Ja. Ik, ik zal het zonde vinden als ik dat zo maar weggooi en denk van... Ja, oké, okay, uh, de ballen. Plus het werk wat ik doe is gericht op influencer marketing. Ja, daar wil ik vragen van. Kan je, een beetje, je, je wilde niet vertellen waar je werkt, maar kun je misschien een beetje vertellen... Uh, wat, wat houdt je werk in? Wat is precies een beetje wat je doet, zeg maar? Ja, precies. Ja, ik wil inderdaad niet vertellen waar ik werk. Maar mensen kunnen het eigenlijk wel vinden. Uh, ik vind het ook niet echt geheimzinnig of zo om daarover te zijn alleen. Uh, ik heb gewoon geen zin dat mensen mijn werk opzoeken of zo. Of nee, 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 maar, of, maar, ja, maar wat, wat weet je wat je doet, wel. zeg maar? Wat zijn, je, wat zijn je werkzaamheden daar een beetje? Maar, influencer marketing, content, socials, uh, dat soort dingen zeg maar vooral. Maar dus, vooral influencer marketing eigenlijk. Dus eigenlijk een, de, de, de partij waar je vroeger mee praat om een campagne te regelen, jij bent die partij nu een beetje geworden? Ja, precies. Dus wij Pascal regelt geld voor me. Ja, ik regel geld voor, voor jullie allemaal. Ja. Hoor je dat denk ik? We moeten, we, moeten, we, moeten, we moeten Pascal gaan vragen <laughs> munten. Voor, voor munten. Ja, <laughs> voor munten inderdaad. Ja, ja, Nee, maar dat is inderdaad wel, wel wat ik nu dus aan het, aan het doen ben. Gewoon de andere kant van, uh, van, van een influencer zijn eigenlijk. Ja. Is, dat, uh, is dat niet lastig? Want ik heb een keer in het verleden uh, gesprekken gehad met andere gozer's. die een beetje zaten te denken om hetzelfde te doen. Mm -hmm. uh, maar die zijn uiteindelijk afgehaakt omdat ze bang werden. dat hun vriendschappelijke relaties met andere YouTubers. op het spel zou komen te staan. omdat je een zakelijke rol oppakt, zeg maar. Nou, het is maar hoe je, hoe je het aanpakt, weet je wel. Uh, aangezien ik wil het vooral zo aanpakken van. Um... Ik wil het meer als een vriendschappelijke rol zien dan als een zakelijke rol. Okay. En ik wil ook met die persoon omgaan en deals maken met die personen als een vriend. Okay. En niet als een bedrijf of zo, mm -hmm. weet je wel. Uh, het is gewoon heel erg de manier hoe, hoe je dat wil gaan aanpakken. Want ja, als je helemaal zakelijk en dan dat soort dingen en van ja, hey, beste. En uh, dat soort dingen is dus van hé, hey, yo bro, what's up? Yeah, uh, yeah. Let's chill. Let's yeah. talk about money. En, uh, Klinkt in ieder geval leuk, maar vroeg. er zijn altijd dingetjes, weet je wel, de... Klant wil altijd een bepaald iets en de influencer wil ook altijd een bepaald iets. En soms mm -hmm. matcht dat niet helemaal. En nee. de influencer gaat dan zeg maar meestal zaniken op de contactpersoon van de klant. Wat meestal dus een tussenpartij is, yeah. wat jouw baan dus is. Uh, dat kan best wel storen. Stel jij moet vanuit de klant bijvoorbeeld een, een bericht aan een Duncan doorgeven van... ...hé, hey, uh, wat jij in deze video hebt gedaan, dat, dat matcht niet helemaal met ons idee. Yeah. En Duncan denkt daar misschien anders over. Dan ga je een soort van conflict krijgen. Ja, het ding daarmee is, is vooral uh, bij mij is het, ik ben heel erg van, ik kan beide kanten kan ik inzien. Omdat yeah. ik zelf influencer ben, kan ik heel goed jouw, uh, jouw idee, en mm -hmm. visie, wat je hebt op de hele campagne, kan ik heel goed begrijpen, weet je wel. Yeah. En uh, van de bedrijfskant kan ik dat ook weer zien. Mm -hmm. uh, dus ik probeer altijd een tussenweg in ieder geval te vinden op dat gebied. Van oké, okay, ja, yeah, ik snap dit en dit en dit. Alleen het bedrijf wil bijvoorbeeld dit en dit en dit, weet je wel. En dan moeten we gewoon een vette oplossing voor verzinnen. En anders kijken we verder naar iemand anders die er wel geschikt voor is. Weet je wel. Ja, precies. Ja, ik weet dat dat uh, bij sommige gozers in het verkeerde keelschat kan schieten. Ja. Omdat heel veel mensen zich altijd persoonlijk voelen, aangevallen voelen worden. omdat ze dan niet gehoord worden of zo, weet je wel. Uh, ja. Sommige mensen zijn gewoon zakelijk chill sterk. Uh, ik heb bijvoorbeeld vanuit DiviMove, ons netwerk, ons uh, MCN. Ja, niet die van jou, maar die van veel mm -hmm. van ons in onze groep. Die, heb ik heel veel verhalen gehoord over. Uh, ex-medewerkers die gewoon een soort van overspannen weggingen daar, omdat ze gewoon telkens shit van YouTubers aan hun hoofd gem gemieten kregen, omdat er iets niet goed ging. Uh, en uh, bijvoorbeeld met campagnes of zo whatever. Want DiviMove is dan de tussenpersoon, right? Dus ja. YouTubers schreeuwen naar hun, en hun schreeuwen weer naar de klant, en de klant schreeuwt weer naar hun. Dus eigenlijk wordt er telkens naar hun geschreeuwd. Ja, alleen het probleem daarbij is, is dus, uh, <tus> naar een van de twee wordt niet goed geluisterd, en wordt niet goed gecommuniceerd. Ja, dat klopt. En dat is het ding is wat een er... Probleem juist goed moet gebeuren. Je moet juist die communicatie goed hebben met de influencer en met het bedrijf. En dan heb je ook geen conflicten. Ja. Omdat wat ik heel erg merk is uh, dat, dat die bedrijven die zijn niet 100% open en eerlijk mm -hmm. tegen de influencer. Uh, waardoor de influencer uh, niet alles precies meekrijgt wat het bedrijf nou echt wil en onduidelijkheid. En je moet er gewoon duidelijk en transparant in zijn en zo. Zodat beide partijen weten. Uh, ook naar het bedrijf toe en zo. Van, ja. ...dit is wat je van deze persoon kan verwachten... ...en dit is wat jij van het bedrijf kan verwachten, weet je wel. Ja. Zodat er gewoon gezeik en dat soort meuk wordt voorkomen. Ja, je vertelde ook al dat je op een wat chillere manier... Uh, ...wilt omgaan met, zeg maar, de influencers... ...die dan binnen jouw netwerkje vallen. Mm -hmm. Dus meer van, je wilt echt gaan chillen met gozers van... ...hé, hey, uh, ik heb een campagne voor je, laat even uh, Ja. Uh, in plaats van even een simpel mailtje te sturen. Ja. Ja. Um, het klinkt allemaal heel erg als een managementbureau of als een tussenpersoon die we nu heel erg in de markt zien. Ik weet dat je hebt al tegen mij verteld dat het anders is, maar kan je misschien een beetje uitleggen waarin uh, hetgeen wat jij gaat doen voor het bedrijf waar jij werkt verschilt met de huidige netwerken en managementbureaus die we nu hebben in YouTube, in YouTube landschap, zeg maar? Uh, het was, nog een, kan je ja, het verschil tussen, zeg maar, want je hebt bijvoorbeeld hebt, je hebt nu dus een, 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 een tussenpartij die stuurt dan een influencer een mailtje van: hey ik heb bedrijf X. Uh -huh. uh, ze willen een, een video. Wil je dat doen? Ja of nee? Zeg je ja, is goed. En dan doe je die video en that's it. Ja. Uh, waarin gaat wat jij doet verschillen met wat er nu al is, zeg maar? Nou, het voordeel van mij is dus: ik ken uh, grotendeels van de influencers ken ik wel. Ja. En ik hou uh, bijna elke influencer in Nederland, in ieder geval op groot gebied vooral. Hou ik in de gaten en kijk ik wat die persoon doet. Mm -hmm. Dus het voordeel van mij is al, um, ik weet wat ik van welke influencer ongeveer kan verwachten, wat bij welke influencer past, yeah. en welke influencer ik waarvoor moet benaderen, weet je wel? Uh, want voordat ik überhaupt een influencer zal benaderen, ga ik ook kijken naar past dit wel bij die persoon en wat zal deze persoon voor bedrijf X kunnen doen. Ja, yeah. uh, weet je wel, zodat je bijna gegarandeerd al gewoon een lekkere match hebt. Ja. Yeah. En dat is het voordeel wat ik heb, omdat ik dus al zeven jaar in deze hele wereld zit. Kan ik al ongeveer zeggen uh, van ja, deze influencer zal hiermee akkoord gaan. En uh, deze hoef je niet eens te proberen te benaderen, want die gaat toch 100% nee zeggen tegen deze, ja, precies. deze uh, campagne. Je kent, je kent ons zeg maar wat beter dan een gemiddeld bedrijf, die eigenlijk gewoon maar gewoon wat meeltjes wegstuurt. Ja, plus uit eigen ervaring weet ik wat een influencer wil en wat mm hij -hmm. chill vindt en wat hij niet chill vindt. Omdat dat is bijna bij elke influencer wel ongeveer hetzelfde. Maar het is vooral heel belangrijk, om de influencer te om de persoon. Ja. Uh, en dat is gewoon het belangrijke waar je eigenlijk op moet letten. Ja, nee, inderdaad. Oké, okay, je gaat dus vier dagen werken. Mm -hmm. uh, geld harken. Ga je dat geld dan echt uh, voornamelijk investeren in, in nieuwe video's? Of heb je nog andere grote plannen? Uh, eerste grote plan is om mezelf wonen. Ja. Uh, dat is mijn eerste grote plan, waar mm -hmm. ik het geld ga investeren, Of van nou, investeren, ga ik kopen ik ga gaan huren. besteden. Ik ga in het begin ga ik huren, omdat ik ja. nog, nog nooit om mezelf heb gewoond, weet Slim. je wel? En ik wil gewoon die ervaring eerst opdoen voordat ik meteen een huis koop. en denk van, ja, maar dit is kut. Ja. Yeah. <laughs> dit wil ik niet. Precies. <laughs> dus ik ga eerst gewoon huren, uh, een beetje settelen, kijken hoe dat gaat en zo. En dan het geld wat er een beetje overblijft, gewoon sparen. En uh, bewaren voor leuke, toffe projecten, mocht ik het ooit een keer nodig hebben. zeg maar. Mm -hmm. Heb je niet dat je nu... Ik weet niet, hoe lang werk je nu al? Nu. Uh, vanaf 13 mei werk ik. Oké, okay, is dus het nog uh, net geen maand, zeg maar. Nee, drie weken ongeveer. Ja, oké. Okay. Nou, dan kun je nog niet echt helemaal eerlijk daar een antwoord op geven. Maar ik wil vragen van, heb je al een beetje het gevoel van... ...dit is wel iets wat ik echt vet vind om te doen... ...of uh, shit, ik had toch wel liever nu video's gemaakt? Uh, als ik heel eerlijk ben... ...vind ik het best heel vet wat ik nu zeg maar ook doe. Oké. Okay. Omdat... Uh, ...hetgene wat ik vooral leuk vind... ...is gewoon vette dingen verzinnen... ...en maken... ...en zorgen dat er iets vet komt. Ja. Want ik heb ook zo vaak bijvoorbeeld ideeën gehad... Uh, ...voor mijn eigen kanaal... ...waarvan ik denk, yo, dit idee is zo vet. Mm -hmm. Alleen niet met mij... Je ja. moet iemand anders hebben. Iemand anders moet dit idee doen, weet je wel. Ja, ja. En ja, als eigen voor mijn eigen kanaal is dat niet leuk, is het niet tof om te doen. En uh, nu kan ik dus gewoon concepten en ideeën verzinnen en campagnes verzinnen. dus... Voor uh, zowel influencers en als bedrijven. Om uh, samen een zo vet mogelijk iets te maken. Waar uh, beide partijen gewoon heel blij mee zijn. En ik weet van mezelf gewoon dat het 100% gaat werken. En dat het gewoon echt vet is en dat het mm -hmm. tof uitziet. Plus, ik kan achter de camera staan en zeggen van, dit moet anders. die moeten we nog een keer doen, maar beter. Of ja. zo, weet je wel. Want als je zelf voor de camera staat, weet je niet hoe goed je het hebt gedaan. Tenzij, totdat je terugkijkt. Ja. En dat is meestal pas de dag erna wanneer je gaat editen. Mm -hmm. Of dezelfde avond. Maar ja, dan heeft het geen nut meer om het opnieuw te schieten. Of je moet dus weer een hele nieuwe dag plannen daarvoor. Dus jij wilt ook uh, echt, zeg maar... Stel, je wilt zeg maar het creatieve... ...brein zijn achter campagnes... ...en een stel een influencer gaat de campagne uitvoeren... ...wil je ook, zeg maar, meegaan en helpen... Uh, ...met die video om hem om echt waar te maken, zeg maar. Ja, het ligt eraan wat, uh, he, wat het hele idee achter de video is, weet je Tuurlijk. wel. Tuurlijk. Een uh, simpele show, dat is niet echt spannend natuurlijk. Nee, een simpele show is niet echt spannend... ...of gewoon een concept wat duidelijk is voor zowel de influencer... ...en waar niet echt een extra iemand voor nodig is of zo... ...is nee. dat echt heel interessant. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een uh, wat grotere productie en zo... Uh, dan zal dat wel interessant kunnen zijn om daarbij ja. aanwezig te zijn. Tenzij mm -hmm. de influencer zelf zegt van... Yo, ik zal het chill vinden als je erbij bent. Ja. Mm -hmm. uh, yeah. Oké, okay, een, een vraag die misschien sommigen wel uh, hebben nu... die ook even net bij mij in mijn hoofd schiet. Je zei, je wilt graag nog wel YouTube blijven doen uh, naast je baan. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik weet het eigenlijk wel, maar ik ga hem toch stellen. Yeah. Uh, heb je... Heb, is er niet een soort van... Angst die sommige mensen gaan krijgen dat jij jezelf voor gaat trekken in bepaalde campagnes, aangezien je zelf nog een YouTuber bent, dus je kan zelf nog campagnes uitvoeren op je kanaal. Yeah. Dat jij denkt van. Oh, ik heb nu direct contact met Brand X voor mijn bedrijf. Ik, hier, ik ben Pascal. <laughs> nee, nee, legit. Ik heb, uh, ik heb al zeg maar een paar campagne-idees heb ik uitgeschreven zo. En mijn eigen naam is daar niet eens voor gekomen. Okay. Puur omdat ik, uh, ik vind het zo vies om mezelf voor te trekken. Uh, tenzij het een bedrijf is waar ik echt vind van, oké, okay, hier zou ik wel bij passen en hier zou ik wel echt iets voor kunnen betekenen. Ja. Uh, maar als dat niet zo is, ja, dan ga ik mezelf helemaal niet eens noemen. Maar je staat wel dus in een wat betere positie ten opzichte van een eventuele andere YouTuber, omdat jij direct contact hebt met bepaalde bedrijven. Zeg maar, jij staat dus mm -hmm. zeg maar, jij hebt zeg maar de controle over wie gaat welke campagne krijgen. Ja. Yeah. Uh, op basis van jouw kennis, zeg maar. Dus ja. jij kan ook zeggen van, oké, okay, nou, ik vind, jij zegt zoals je nu al zegt van, ik vind dit bedrijf vet bij mij passen. Ja. Dus ik neem deze campagne op. Ja, alleen dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Mijn kennen. Omdat ik ben heel kritisch met mm -hmm. welke bedrijven... Uh, met wie ik wil samenwerken en met wie ik zou kunnen samenwerken. Omdat de content die ik wil gaan maken... Uh, dat moet echt 100% bij me passen. En als het ja. maar een beetje bij me past, dan heb ik zoiets van... Ja, nee. Plus, uh, ik vind het belangrijker dat andere, andere influencers dat... Uh... Nee, even kijken hoe ik dat goed zeg. Ik weet niet, ik heb... Tot nu toe, nu, zolang ik daar nu al werk, heb ik nul keer eigenlijk echt het idee gehad van, ja, yeah, hier, hier moet ik mijzelf in gaan voortrekken of zo. Mm -hmm. Ik weet niet. Andere influencers staan bij mij bovenaan. En als het iets is van, ja, uh, yeah, dit kan ik beter bijvoorbeeld, zeg maar, of zou ik beter misschien kunnen uitvoeren of wat dan ook, dan zou ik het kunnen voorschotelen. Maar ik ga er niet vanuit dat dat vaak gaat gebeuren. Oké. Okay. In ieder geval, ik ben ook niet van plan om dat vaak te laten gebeuren. Omdat het is niet de bedoeling, in nee. mijn ogen, om, om dat soort dingen te doen. Nee, denk dat heel veel mensen dan ook een beetje een soort van scheef naar je gaan kijken. Van, hmm, weet je wel, is dat wel allemaal... Ja. Uh... Het is niet dat, ik, dat je me nu in één keer echt duizend <laughs> campagnes ziet doen, weet je wel. Nee, dat is dus nee. wel misschien wat sommige mensen gaan denken, right? Van, hé, hey, hij gaat als YouTuber werken voor een campagnebedrijf, uh, yeah. bureau. Nee, maar dat, dat is totaal niet de bedoeling nee. en ook niet in mijn inzet. Want mij gaat het erom dat er gewoon iets vets wordt neergezet. Okay. En, uh, en waar dat gebeurt is niet zo spannend. Waar dat gebeurt en met wie dat gebeurt, uh, maakt me niet heel veel uit. Zolang het maar gewoon vet is en tof is. Weet ja. je wel. En dan heb ik, zoals ik al zei, ik heb liever, of ik heb meestal dat iemand anders uh, beter voor de camera staat dan dat ik dat ben. Mm -hmm. uh, dus ja, ik. Fuck, ik heb in één keer een blackout. Ik maar, maar, waar maar, ik niet Pascal, gebouw. Pascal, hey, hallo. Wow, hey, een stem, hallo? Hey. hallo. Wat nou als jij een campagne aangeboden krijgt van Tesla? Je hoeft één video te maken voor gratis Tesla. Zou je ja, dat dan hey, doen? <laughs> nee, ja, maar als ik zelf word aangesproken daarvoor... Wat? Wow! Oh, Oké, okay, ik weet niet of we dat op beeld zagen, maar ineens in ging mic extent omhoog. Oh, uh, dat zagen we niet. Oh, nee, deze uit. ging in één keer omhoog. Maar um, als... Kijk, als Tesla mij zelf benadert, ja, yeah, sure, dan ga ik zelf kijken. Weet je wel, maar als Tesla vraagt van: Yo, we zoeken een influencer ervoor. Milan Knol noem ik dan meteen op. Ja, weet maar je wel? kijk, stel, ik, ik, wat Duncan bedoelt, is dat stel, stel, Tesla stuurt nu een random mailtje. We zoeken ja. een influencer met 280.000 abonnees minimaal. Mm -hmm. Met een gemiddelde views van 40 tot 100k. Ja. <laughs> Voor een Tesla spot gaat Tesla in video. Ja, nee, maar ik, ik, ik verwijs dan meteen naar Milan door. Okay. Omdat ik Milan er veel beter bij vind passen dan dat ik daarbij pas. Okay. Ik vind Tesla vet. Ik ja, vind ja, ja. het echt tof om uh, zo'n auto en dat soort dingen. Maar ik vind dat echt meer een ding voor Milan dan dat ik het voor mijzelf vind. En dat is ook hoe ik naar al die dingen ga kijken. Ja. Wie vind ik er het beste bij passen? Weet je wel, stel er komt dus een merk naar me toe die ik zelf ook echt heel vet vind en denk dat het bij me past. Maar ik weet iemand die veel, veel beter daarbij past. Dan ga ik die persoon ervoor benaderen. Ja, je denkt dus ook wel een beetje na in het belang van het, van het merk. En ja. niet uh, voor je eigen hachie, zeg maar. Nee, nee, nee. 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 Dat, totaal niet. Nou, Oké, okay, dat is goed. Ik hoop dat het ook, uh, dat ook dat dat zeg maar ook gewoon blijft zo. Dat je niet op een gegeven moment denkt van oh, dat is wel heel <laughs> veel geld. Uh. <laughs> nee, 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 nee. Ja, zoals ik al zei. Het gaat mij er gewoon om: er moet iets vet staan. En ja. beide partijen moeten gewoon er happy mee zijn. Ja, precies. Nou, ja, het is altijd een beetje een soort van een ethische vraag: een beetje van is dit ja. wel. Uh, weet je wel? Is dat vertrouwen er wel? Is dat wederzijds? Ja. Ik, ik neem aan van wel. Want je bent gewoon aangenomen door, je, door het bedrijf waar je nu werkt. Dus ik neem aan dat hun het vertrouwen in jou hebben. Ja. En uh, zij vinden het waarschijnlijk ook gewoon prima dat je nog steeds YouTube daarnaast doet. Ja, 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 vindt het ook allemaal prima. Oké, okay, nou ja, dan. Het is heel, het is heel flexibel. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook zeg maar ja er ook tegen heb gezegd. Van. Uh, want ik ben naar hun toe van Om te kijken: van yo. Ik zoek werk en ja. uh, kunnen jullie minstens iets voor mij betekenen? Kunnen we iets mm -hmm. samen doen, weet je wel? En zijn we samen gewoon rond de tafel gaan zitten en uh, zijn we uiteindelijk hierop uitgekomen. Um... Ja. S zodoende. Zodoende. Ja. Oké. Okay. Hey, um, je hebt nu dus al drie maanden niet geüpload. Uh, je werkt er nu drie weekjes. Mm -hmm. um, heb je op de korte termijn nog een, een videoetje die eraan gaat komen, zeg maar? Ja, ik heb wel een idee. Ik kwam. Laatst kwam ik mijn um, Oude allereerste Twitter-account kom ik tegen met allemaal alle oude tweets waarvan ik dacht, yo, wat de fuck. Oké. Okay. Maar ik had zoiets van, oké, okay, ik wil hier eigenlijk heel graag een video van maken, maar niet simpel zoals ik ooit heb gedaan. Je, je wilt het weer aan het theater in. doen, zeker. <laughs> ja, nee. Maar ik wil het niet doen dat ik gewoon weer in mijn kamer zit, weet je wel. Dus mm -hmm. ik wil kijken um, hoe kan ik dit groter maken? Hoe kan ik dit toffer maken? In plaats van... Standaard in mijn slaapkamer reageren op mijn oude tweets, weet je wel. Oké, okay. uh, dus daar ben ik nog even over aan het brainstormen hoe ik dat het grootste kan aanpakken. Uh, dat zou ik misschien op korte termijn kunnen maken. Ja, yeah. maar het gaat heel veel brainstormwerk in zitten. Ja, want ik denk wel dat het uh, voor de welzijn van jouw kanaal ook wel verstandig is om eigenlijk snel een video eruit te gooien, aangezien je hebt de Aankondiging gemaakt van hey ik ga nu werken. Mm -hmm. uh, mensen denken dus, zoals je al zei, mensen denken dus dat je gestopt bent met YouTube, wat dus niet waar is. Dus je moet dat eigenlijk wel een beetje bewijzen. Ja, klopt. Alleen, um, het e eerst had ik dus dat uh, theater, had ik eerder gepland. Alleen iemand kon niet, die uh, best wel belangrijk was, zeg maar, voor, voor die hele show. Ja. Um, dus toen moesten we het verplaatsen. Alleen, toen was het niet. De datum de week daarna, maar nee, het was meteen drie weken. Ja, maanden precies. Na. Dus dat is heel erg kut. Uh, dus ja, dat hele idee is nou later, waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat het volgende maand al online kwam, maar niet dus. Uh, ik zou al dus, lo locaties scouten voor je, voor je reageren op je ideetje. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar, daar ben ik nu dus even over aan het brainstormen, mm -hmm. kijken wat ik daarvoor uh, kan doen en op een leuke manier dat. Het niet is dat mensen een nieuwe video van mij zien en denken van. Wacht je zei dat je kwaliteit en content zal verbeteren en meer energie en tijd erin zal stoppen. En je gaat reageren op yeah. je oude tweets. Weet je wel, that's yeah. it. En dan heb ik zoiets van. Yeah. Ik snap als je zo'n een subscriber, weet je wel. Ja, precies. Ja, nee, daarom, je wil wel je beloftes nakomen in dat opzicht. Dus ja, dus zeker als je zo'n lange tijd niet meer geüpload hebt. Ja, dus ik hoopte dat, dat die theatershow eigenlijk... Uh, dat het eerder was. Mm -hmm. Maar ja, yeah, niet alles loopt altijd zoals je wilt maar, Nou, ik ja. denk dat als jij een beetje gaat rondsnuffen... Uh, in een heel vette locatie. In, uh, bijvoorbeeld in Utrecht heb je zo'n zo grote kathedraal, weet je wel. Uh, waar, mm -hmm. je, waar bijvoorbeeld 3FM heel veel video's schiet. Uh, ja. Als je bijvoorbeeld daar al uh, zal, zal staan, dan heb je al heel wat, weet je. Ja. Ja, nee, er zijn genoeg dingen om, om te kunnen verzinnen en dat ze... Maar ook alleen, het, de locatie is niet alleen belangrijk, maar ook het concept eromheen, weet je wel. Ja. Want ik zat ook aan te denken om met verschillende YouTubers gewoon, weet je wel, dat, die dingen voor te lezen en erop te reageren. Mm -hmm. Alleen, uh, dan is de vraag nog van wie welke YouTuber zal dat leuk vinden, dat is toch wel een middagje wat je kwijt bent eraan. En je moet naar locatie toe en dat soort dingen. Ik denk wel dat veel YouTubers dat er wel voor over hebben. Ja, dus maar dat is dus nog inderdaad even kijken en brainstormen over van, hey ja, dat is cool. Dat is cool. Dat is cool. Dat is cool. Ja. Heb je nog een? Ik heb nog wel een vraag. Oh hey, dus Oh. Heb jij? Uh, naast dus YouTube en je werk nog andere dingen waar je mee bezig houdt huizen oh, zoeken neem ik aan nee. huizen zoeken ja daten daten uh, daten so, deze uh, man voor de single ladies watching oh watching uh, <tus> Duncan, de doe de goede kamer! voor <tus> de ladies watching call me nee joke um, maar <tus> <tus> um, wat ik er nog meer naast doe ja, streamen. nee, heel veel. Doe ik ja, ey, je, was laatst, goeie, je was laatst begonnen met streamen weer. Je was GTA Roleplay aan het doen, je was vet vaak live. Ja, nou, dat viel wel mee hoe vaak ik live was. Ik was, was wel live, was maar niet veel. was veel live. live. Was ik veel live? Ja, je was wel veel live, een paar keer per week. Ja, Wat is je bent ineens dat weer weg ik denk hé, hey, Pascal de streamer he's is back ja maar ik weet niet met streamen heb ik gewoon zo'n motivatie van de ene keer heb ik zin om te streamen en de andere keer heb ik gewoon zin om helemaal niet te streamen <laughs> Zoals de, maar de laatste dagen heb ik ook gewoon helemaal geen zin om te gamen of zo nee, weet je wel en dan zit ik ga ik liever gewoon op een bank zitten Netflix of ga ik met iemand chillen of zo ja. dan dat ik ga gamen of iets in die richting ik moet zeggen dat die vibe bij mij ook wel heel erg speelt ik denk dat bij wel meer mensen maar ik ja. denk dat gaming op zich gewoon minder populair is maar voorheen was het echt van oh die persoon had van die spellen, die persoon had van die spellen. Yeah. En nou is het meer van je speelt voort of je speelt niks. Uh, ja, het voelt. Ik weet niet, gamen voelt voor mij niet meer bijzonder of zo. Het voelt niet meer speciaal om. Ik word te ook gamen. ouder, I guess. Ja, ik denk ik word ouder en, en ik, ja, het is mijn werk geweest of zo, weet je wel. Ik heb het meer gezien als werk dan, dan Gaan we ook al, classic spelen, als Pascal? Ja, dat ga ik sowieso ook doen, maar dat kan niet, want ik heb geen beta in fact. <laughs> uh, so that's fucked up. Ja, oké. Okay. Maar wel ja, dat Blizzard dat uitkomt... vaak naar de zolderkamer luistert. Dus uh, hey, Blizzard. Is het zo? Hallo, Blizzard. Nee, het is niet waar. Hallo, nee, oh, Maarten. Oh. Hallo? Ja. Hey, Maarten, what? ja. Maarten. I'm member. <laughs> ja. Maar ja, als we ook Classic uitkomt, dan ga ik dat 100% spelen. Fuck je yeah. Ja. Yeah. Maar uh, dat duurt nog even. Volgens mij november of zo kwam dat pas uit. Ja, yeah, oké. Okay. So, that sucks. Uh, maar tot die <coughs> tijd heb ik niet echt een game waarvan ik denk, ja, yeah, hier heb ik zin om te spelen. Ik heb het gevoel, though, ik had een tijd geleden nou ja de afgelopen periode ook zo, echt zo'n streamer break. Mm -hmm. zou ik zei van ik ga één of twee keer per week live, maar dat kan maar gewoon niet van een paar maanden stil gezeten. Ja. Yeah. Omdat ik elke keer als ik op punten om live te gaan dacht ik van ja, maar wat de fuck ga ik spelen? Ik heb geen zin om Fortnite te doen. Wat de yeah. fuck moet ik spelen? Ja. Yeah. Right. Ik heb ik heb dat ook precies nu nog steeds. Ik heb nu wel eens dat dan denk ik, oké okay, ik verfilmen. Ah fuck it ik doe het stream gewoon aan. Ik zie wel. Weet ja, maar dat wel? deed ik dus laatst ook. En dat was op zich best wel leuk. Ik heb eigenlijk iets van drie uur gestreamd waar ik gewoon aan het kutvideo's video's aan het kijken was aan het lachen was met mijn kijkers. Yeah. Weet je wel? Ja, en dat is ook het leuke wat ik vind, ja. ik vind aan livestreamen. Gewoon die interactie die je gewoon even weer kan hebben met je kijkers. En ja. gewoon gezellig iets doen. Niet eens een game spelen. Want als je een game speelt, dan focus je soms ook iets meer op de game dan op je kijkers. Weet je wel? Klopt. Die interactie die je hebt met streamen. Vind ik nu leuker dan dat ik een game speel en uh, dat stream of zo. Ja, precies. Dat is dus stream streamleven, I guess. Ja, nou ik heb het ook drie jaar fulltime gedaan. Dus op, ja, ik ben er in ieder geval klaar mee. Veel <laughs> niet, maar in ieder geval, ik, ik heb het wel gezien op zich het uh, fulltime streamen. Ja, je hebt veel gestreamd inderdaad. Ja, elf, drie jaar lang. Elke dag van 7 tot 11, 12. Ja, dat is best wel best wel sick, eigenlijk hoeveel je streamt. Ik vind het ook nog wel zo uh, impressive als je dan bijvoorbeeld nu kijkt naar Sam of zo, dat hij ook zoveel streamt nog. Ja, dat is echt bizar hoe lang. Echt bizar. Ik heb er echt respect voor. Ik, ja. ik kan het niet nadoen. Nee, ik, ja, ik zou het ook niet meer kunnen. Helemaal sowieso niet, omdat het mijn main gig is, right? Ik ben... Ik heb te veel dingen daarnaast wat, wat me yep. bezighoudt. Dus ik zou sowieso niet fulltime kunnen streamen. Maar het is... ik uh, moet respect voor hebben. Ik moest wel lachen trouwens. Ik had laatst je stream te kijken. Had ik had allemaal van die nieuwe, mooie, fancy overgangetjes gemaakt. Oh ja. <laughs> ik <laughs> heb het stream niet ik, meer. Ik heb zoveel moeite. Ik, ik had wel gewoon even zo'n... Soms heb je gewoon van die motivatie, weet je wel? Dat je denkt van... Dit is vet. Ja, yeah. dit ga ik doen. Ik ga het op deze -do manier doen yeah. en zo, weet je wel. Ben ik echt gewoon een hele dag lang bezig geweest. Ik heb een stream deck gehaald. Ik heb uh, yeah. extra shit voor mijn God camera gehaald geld en zo, weet je wel. Ik heb echt, met, weet ik voor een paar honderd euro aan geld gegooid wow. voor de stream. En ik heb het twee weken misschien volgehouden of zo, omdat ik had zo'n vet idee voor het uitvoeren. Alleen toen kwam ik ook wachten van. Dit idee is vetter als iemand anders het uitvoert, dan dat ik het ja, uitvoer. Ja. Ik moet hier een andere persoon voor hebben die dit gaat doen, want dan heb je echt quality as stream. Ja. Uh, dus ja, daar kwam ik toen ook achter en toen dacht ik zoiets van, ja... Fuck it. Ik heb er <laughs> geen zin meer in. Dus nu heb ik stream-deck, uh, wat heb ik nog meer? Ik heb heulampen extra gehaald. Ja. Ik heb uh, extra mic heb ik gehaald volgens mij zelfs. En kabels en weet ik wat allemaal. Camera en... Ja. Al waste. Nou, het is niet helemaal waste. Ik gebruik nog wat deals, maar het is allemaal... Ga sparen, Pascal. Ik spaar. Ja? Yeah? Ja, alleen ik hou van geld spenderen. <laughs> ik hou gewoon van leuke dingen kopen <laughs> en doen met mijn geld. <laughs> alleen... Oké, okay, het, het, is, het, is <laughs> het, het is niet dat ik blut ben. Ik zorg altijd ja, okay. voor dat ik een bepaald bedrag op mijn rekening heb en daar ga ik niet onder, weet je wel? Ja. Yeah. Alleen, uh, soms is het wel zo van, oké, okay, dit is nice, dit wil ik gewoon hebben. En dan... Ja, ook wel een goede vraag trouwens. Je zit natuurlijk nu in loondienst. Mm -hmm. um, ben je er op vooruit of op achteruit gaan? ten opzichte van je YouTube kanaal? Inkomsten, Twitch shit. Ik verdien nu meer dan uh, normaal. want Het voordeel is, is ik, heb, uh, ik krijg nog steeds inkomsten van YouTube binnen. Ja. Uh, ik heb een vast inkomen van mijn werk. Ja. En als ik een campagne deal heb, heb ik daar ook nog extra inkomen van. Mm -hmm. Dus ik verdien eigenlijk meer dan wat ik eerst verdiende. Ja, tuurlijk. Jij uploadt alleen niet meer, dus die AdSense gaat wel. Ja, de AdSense gaat wel naar beneden, maar ja. dat compenseert weer door dat ik nu een fulltime job heb, zeg maar. En dat verdien ik eigenlijk meer mee dan dat ik met YouTube ooit heb verdiend. Of nou, niet ooit. Ik, soms heb ik meer ja. met YouTube verdiend, maar het ligt aan de maan. En het is nu wat consistenter, zeg maar. Ja. ja, en dat is waar ik van hou. Ik hou van consistentie. En... Ja, het is ook wat chill, weet je. Je hebt wel gewoon wat om op te kunnen rekenen. Ja. Yeah. Ook al heb je een kut maand, YouTube is zo fucking wisseltuig, man. Ja, en daar werd ik zo moe van. Ik weet niet of ik, ik had het volgens mij net met Duncan over maar ik, heb, ik weet niet of ik het met jou het over heb gehad, maar uh, ik word zo ontzettend moe van, uh, of ik werd ontzettend moe, wat ook een motivatie was voor mij om werk te zoeken. Yeah. Uh, van hoe uh, afhankelijk je bent eigenlijk van YouTube. Mm -hmm. De ene keer heb je een tering goede maand, en de andere keer heb je een maand waarvan je denkt. Hiervan zou ik nooit mijn huur kunnen betalen. Of bijna yeah. mijn huur niet kunnen betalen. En extra mm -hmm. leuke dingen daarnaast, weet je wel. Ja. Yeah. Uh, en dat was gewoon kut. Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik, heb wel, ik heb het ook met andere gasten hierover gehad bij de beslotenkamer. Ik ben wel... wel sinds ook de apocalypse en die wispelturige maanden... Ben je wel wat meer aan het kijken naar andere dingetjes natuurlijk. Ik zeg niet ja. dat ik er nu fulltime werk ernaast, maar ja, ja, ja. <laughs> ik heb gewoon projecten lopen en ik heb uh, mijn campagne game is op orde zeg maar. Dus ik, ik zorg ja. er wel gewoon voor dat er gewoon een steady flow aan inkomsten zijn, ja. ondanks dat mijn adSense best wel laag is het moment zeg maar. Ja precies. En ja, het ding bij mijn kanaal was nogal. Uh, het ding bij mijn kanaal was vooral ik was niet heel aantrekkelijk voor bedrijven, omdat mm -hmm. het heel verschillend was wat ik deed qua upload. De ene keer deed ik dit, de ene keer deed ik dat. En dat kan niet gelukkig zijn voor dat bedrijf, en dat kan niet yeah. gelukkig zijn voor dat bedrijf. Maar het was heel erg uh, ja, veranderend de hele tijd. En, yeah. en als een bedrijf naar mijn YouTube-kanaal ging kijken, was het niet meteen van: oh, dit is Pascal, dit doet yeah, Pascal, weet yeah, je ja. wel. Omdat ik van alles uitprobeerde mm -hmm. en niet echt een vast iets had. Uh, waardoor ik dus ook niet echt heel veel campagne-deals uh, naar mij toegeworpen kreeg. Mm -hmm. En ik er dus zelf achteraan moest gaan om al dat soort dingen allemaal te regelen en zo. Ja, uh, ja maar dat moet sowieso wel, right? Je ja. moet sowieso altijd wel een beetje, een beetje gaan zoeken. Ja, klopt. Ja. Alleen ja, als je dan komt op campagne-deals zoeken en zo, uh, dan vind ik dat zelf heel lastig, omdat ik dus heel erg zit met concepten die ik leuker vind om met, om met andere mensen te doen dan dat ik het zelf uitvoer. Ah oh, ja. Dus ja, dan kom je uiteindelijk wel uit op het werk wat ik nu doe, um, wat op dat gebied dus eigenlijk beter bij me past. Ja, plus het zoeken naar is kost tijd. Ja, het kost heel veel tijd. Ja. Want je moet heel veel mailen en uh, dat duurt ook weer lang en onderhandelen en uh, ja, heel veel. <lacht> <lacht> ja. Hey, uh, laatste vraagje. Ja. Wat gaat er gebeuren met je merchandise, jongen? Vertel het mij. Je hebt je merchandise opgestart, en uh, je doet het zelf. Ja. What's going to happen with that? Ga je, ga je het helemaal wegdoen? Ik ga het helemaal wegdoen, ja. Oh ik, shit. Ik heb nu, heb ik, mijn shop heb ik online. Ja, je, uh, hebt een, je hebt een dikke sale draai, toch? Ja, ik heb alles shop gewoon... Sintrax.nl Ja, dankjewel. Sintrax.shop is, Oh, is, is, is Sintrax.shop? Nee, het is gewoon Sintrax.shop oké. Oh, okay. Sintrax.shop. Haal, ja. haal nu, korting. Tot 75% korting, jongens en meisjes. Oef. Oh mijn god. Ja, nee, maar ik ga alles nu ga ik gewoon verkopen. Ja. Of wil ik eigenlijk gewoon wegdoen. En het maakt me niet eens zo uit of ik, ik maak er een euro of 50 cent winst op, op sommige producten. Uh, maar het gaat me gewoon om. Ik wil er gewoon allemaal weg hebben en het niet meer zelf hebben. Want het is zonde als het allemaal thuis loopt te verstoffen en dat soort dingen. Maar... Heb je nog veel voorraad? Uh, valt wel me mee. Er is al best wel heel veel verkocht. Ik weet zelfs even niet wat de voorraad is, wat ik precies heb. Maar voor mij is al redelijk veel wel verkocht. Maar heb je de kosten er al uitgehaald, zeg maar? Ja, ja, ja de winsten heb ik al uitgehaald. Oké, okay, zeg maar. dus dan is alles allemaal gewoon extra. Gewoon. Ja. En daarom vind ik het ook zonde om het te laten verstoffen, omdat ja ik heb liever dat iemand er blij mee van wordt... Tuurlijk. Uh, dan dat ik er geen ene reet mee doe... en dat het als een lapje stof zeg maar, wordt gebruikt, weet je wel. Yeah. Dus dat wil ik gewoon allemaal wegdoen... en misschien later in de toekomst dat ik ooit nog... Uh, gewoon iets vets uitbreng. Dat is wel nice. Maar ja, even zo'n zo, zo, zo one-time thing, zeg maar. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus niet een all time, maar ja, ja dat is mm -hmm. wel een one time thing betekent. Heel ja. ja, ja precies. Ja, okay. lekker, lekker ja. Ja. <laughs> Nu we toch over Merch zijn het praten zijn. Ik uh, moet binnenkort uh, 300 giraffen opkopen. Uh, 300? Giraffen? <laughs> ja, ja, ja knuffels. Oh, echte nice. giraffen, jongens. Echte, echte giraffen, ja. Die echte komen hier al, zeg maar te staan. Dus ze zullen de een tijdje niet uh, beschikbaar. Oh, dat is wel dope. ja, ja. ja. <laughs> Lekker voor poep ook. Heel dope, heel nice. Ja, nee, ik, uh, ik, ik ben natuurlijk bezig met een soort van rebranding qua merchandise. Ik, nou, niet rebranding, maar ik, ik ben het aan het verschuiven van de ene tak naar de andere tak. Yeah. En ik ga het nu zelf doen. Dus uh, ik moest zeg maar, voorraad opkopen bij mijn oude merchandise. Ah, Dus ik, ja, ik krijg ja. nu, wat is het? Uh, ik kreeg een mailtje van je. je moet even met een aanhanger komen. <laughs> <laughs> Fuck je veel doos giraffen. Aan oh. de ene kant denk ik van: kut, wat is dit met al die giraffen? Yeah. Dus jongens, koop alsjeblieft even een giraffe. Thanks. Uh, wacht trouwens, even tot mijn andere shoppeline staat, koop dan een giraffe, thanks. <laughs> <laughs> maar bij uh, uh, de andere kant denk ik ook van hoe fucking funny is het als ik een video maak met al die giraffen. Gewoon een hele je kan huis vol zetten. Doorheen nee. zwemmen of zo, weet je wel. Of mean, shit. Als ik jou was, zou ik gewoon een, een promo video ermee maken. Ja, yeah, dat is wel mijn idee. Verkopen, ja. ja, dat is wel mijn idee. Hopelijk gaat het dan weer een beetje lopen. Man, die giraffen. Ze zijn op zich wel lekker gegaan hoor. Volgens mij had ik er 500, dus ik heb er 200 verkocht. Oh, dat is wel en, dat is Oké. Okay. Ja. Ik heb nog steeds 300 scherfs, jongens. Ik ben een ghetto man. Ja, maar ik moet zeggen, ik heb echt sinds, uh, ik denk wel sinds een half jaar, misschien wel een jaar, echt gewoon die shit niet meer gepromoot, man. Ja, dat is het ding ook met merchandise. Je moet het constant bijna wel ja. blijven promoten. Maar ik wilde het heel graag proberen. promoten, maar ik zat bij die merchandise nog en ik was bezig met een nieuw project. Ja. En ik wilde gewoon niet daar nog moeite in gaan stoppen, omdat ik over ging ja. stappen naar een nieuw project. Ja, nee, snap Zodra ik. mijn nieuwe merch er is, jongen... Oef, I'm going for out sell-out. Ja, gewoon lokenpaal poelen. Ja. <much> poelen. Elke video. Link in de description. Dank je Oké, dankjewel. Okay. dankjewel. <laughs> Goed, hey, nee, we zijn echt compleet off-topic gegaan. Maar ik denk dat we het ook wel hebben... Ja. Uh, over jouw uh, carrière switch, zeg maar, een beetje. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien uh, van jou. Um, achter de schermen, zowel voor de schermen. Mm -hmm. Nieuwe video's op jouw kanaal uh, hou ik zeker in de gaten. Kijk mijn kijkers thuis, hou hem ook in de gaten. Yeah. Uh, en sowieso, je bent nog wel actief op Instagram, toch? Ja, Instagram uh, is de game. Blijf it's ik sowieso. Uh, very, very actief. Dus yes. uh, if you want to be, keep up to date with what I'm doing, you can follow me on uh, the Instagram, joh. Het scherpe kaarten. Het scherpe dat is mijn achternaam, by the way. Mocht je het afvragen. Veel mensen hebben daar <laughs> altijd vragen over. Ja, die weten gewoon niet van. What the fuck betekent scherpe kaarten? Hmm. Weet je mijn achternaam? Huh? Yeah. Hmm? <laughs> Moeilijke naam. Anyways, bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van de Zolderkamer. Ik wilde daar kijken, maar ik moest daar kijken. Ik moet... Oh, daar is Pascal hey, hey. nu. Oké, okay, daar kijken. Hé, hey. oké, okay, daar. Oh, okay, daar ja. goeie. Goeie, goeie cameraman, hé. Hey. Ik, ik mis Tim nu al. <laughs> Tim komt terug. Het Joost, ik word hier toch niet betaald, dus daarom. Snap ik wel. Hey, bedankt voor het kijken Slechts luisteren naar deze aflevering van de Zolderkamer. Voor je het daar leuk doe dan een duimpje omhoog. Stuur eventjes 5 sterren op Spotify. Ik heb geen idee of dat zo werkt. Hoe? 5 sterren op Spotify is dan een ding? Ik heb geen idee. Volgens mij wel op kijk. iTunes. Ik luister alleen muziek, dat zit. Hey, tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.